Het enige moment dus dat je een bal het veld in mag rollen is dus bij het uitstaan van een strafcorner. De uitverkoren ballenmeisjes krijgen nog een laatste instructie. En ook de kinderen die de speelsters het veld op begeleiden mogen nog één keer oefenen. In Tilburg vinden ze het een grote eer en weer of geen weer, heel hockey in Tilburg stond gisteravond langs de lijn. Zo'n 4000 man liet zich gewillig nat regenen. Ik denk dat Tilburg kan laten zien en laat zien dat tophockey hier thuis hoort. Maar daar kwam nog wel wat bij kijken. Ja, het is een behoorlijke organisatie. We zijn met 11 man zijn we 3 weken bezig geweest om alles te regelen. En dan praat je over verkeersmaatregelen, je praat over horeca, je praat over logistiek. Je kunt eigenlijk zo gek niet bedenken of het moet wel geregeld worden. Alle ogen waren vooral gericht op de Tilburgse hockeytrots. Margot van Geffen. En dus schrijft die na afloop haar vingers blauw. Ik heb hier zelf nooit gespeeld, maar er zijn zat mensen waar ik mee heb gespeeld die hier nog spelen. En mijn zus die speelt hier in Dames 1. En het is gewoon super mooi dat ik hier een keer in de Interland mag spelen. Zoals het hoort gingen de dames met winst naar huis. Met 2-1 versloegen ze de Belgische Duivelinnen. En dan ben je als hockeyidool voorlopig nog niet klaar met schrijven.